Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. Over enkele dagen staan we weer stil bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En in dat kader praten we met historicus Karawan Fatablek, die recent in Suriname was en het voornamelijk heeft over de manier waarop we kijken naar onze archieven en de ontwikkelingen sinds de excuses die gemaakt zijn door de Nederlandse koning over het slavernijverleden. Kijkt u mee. Meneer Karawan Fatablek, bedankt voor uw tijd en welkom in ons programma In Gesprek Met. Dank u wel. U bent voor eventjes in Suriname en u gaat niet alleen als gastdocent optreden bij de Universiteit van Suriname, maar u geeft ook workshops en u zal een lezing houden. U bent voornamelijk gespecialiseerd in de afschaffing van de slavernij. Maar u heeft ook gesproken over de archieven die er tot onze beschikking zijn, zowel in Nederland als in Suriname. We weten bijvoorbeeld dat we praten over koloniale archieven. Dus wat is volgens u de waarde van koloniale archieven uit Suriname voor het begrijpen van het slavernijverleden? Nou, ik ben zelf echt opgeleid als een heel klassiek historicus die geschreven bronnen gebruikt voor het onderzoeken van het verleden. Dus veel minder met bijvoorbeeld orale tradities of andere soorten van informatie werkt. Maar dus echt met die geschreven archieven. En dat is wat de koloniale overheid veel geproduceerd heeft. Dus eigenlijk als je het vergelijkt ook met andere kolonies in de wereld, is er van Suriname heel erg veel archiefmateriaal. De Sociëteit van Suriname heeft heel erg veel archiefmateriaal geproduceerd en bewaard. De West-Indische Compagnie minder, maar het ministerie van Koloniën in de 19e en 20e eeuw ook heel erg veel. Dus er is veel documentair bewijsmateriaal, zou je kunnen zeggen, over het functioneren van de koloniale staat. En daarmee ook eigenlijk van de koloniale samenleving. En dat geeft, als het goed is, of als we dat op een goede manier doen, ook toegang tot de andere kant van de geschiedenis. Het archief neemt je echt mee met de koloniale bestuurders en de slaveneigenaren. Maar als we tussen de regels door of tegen de richting van het archief inlezen, kunnen we ook iets meer zien over de samenleving, de mensen waar het om ging. Hoe die zich verzet hebben, hoe die overleefd hebben, wat zij meenamen, van waar ze kwamen. Ja, en we praten sowieso over archieven en ik weet niet in voldoende mate in hoeverre we bewust daarvan zijn. Maar misschien is het ook goed dat u ons vertelt in hoeverre de koloniale archieven van Suriname toegankelijk zijn en wat volgens u de uitdagingen zijn bij het gebruik van deze archieven. Ja, nou de archieven zijn eigenlijk heel erg goed toegankelijk. Dus er is een heel goed geoutilleerd archiefgebouw. Er is een leeszaal waar archieven kunnen worden geraadpleegd. En wat eigenlijk ook heel erg mooi is, is dat er veel meer digitalisering is geweest. Waardoor ook vrij toegankelijk vanaf het internet mensen zelf de archieven kunnen raadplegen. Dus als het gaat om de toegang tot die oude documenten, is dat eigenlijk nog nooit zo goed geweest als dat nu is. In 2017 zijn veel van de koloniale archieven die nog in Nederland waren teruggebracht. En die zijn dus weer hier ook beschikbaar. Dus ja, als het gaat om de toegankelijkheid, dan is die heel erg goed. Dus de fysieke toegankelijkheid. We kunnen de documenten zien, we kunnen ze lezen. Sommige zijn getranscribeerd, dus dat je niet het handschrift hoeft te lezen, maar dat je gewoon op het computerscherm de gewone letters kan lezen. Maar dat is een fysieke toegankelijkheid, maar dat is nog niet een toegang tot de mentale wereld eigenlijk waarin ze geproduceerd zijn. Dus er is eigenlijk nog een andere laag van interpretatie die je nodig hebt om toegang te krijgen tot de inhoud van de archieven. Ja, en dat zou ook een van de vragen zijn, want u heeft in de afgelopen dagen een training verzorgd over hoe we moeten kijken naar archieven in samenwerking met de overheid van Suriname. Kunt u ons meer vertellen wat die training eigenlijk inhield? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat
dat we de beperkingen zien van het archief voor de vragen die we tegenwoordig hebben. Dus tegenwoordig zijn historici en is de samenleving wat minder geïnteresseerd in het perspectief van de slaveneigenaren, wat minder geïnteresseerd in het perspectief van de koloniale staat en eigenlijk meer in de manier van denken, leven van gewone mensen. Maar die archieven die houden zich, die hebben zichzelf eigenlijk heel erg beperkt in wat er bewaard is. En op een aantal belangrijke punten zitten er echt beperkingen in dat archief. Bijvoorbeeld de levens van gewone mensen gingen vaak over grenzen heen. Dus er was veel migratie tussen Suriname en Guyana, er is migratie over de hele wereld. En die archieven die houden zich eigenlijk niet aan wat mensen doen, maar die houden zich alleen maar aan dat territorium van die staat. En dat is dus enorm beperkend. Wat ook heel beperkend is, is dat men in die koloniale tijd, in de koloniale staat, hele strakke raciale categorieën hanteerde. En dat men dus zei, deze persoon hoort tot deze groep en die persoon hoort tot die groep. En ja, alles wat daar een beetje van afweek of wat daar wat anders was, paste daar niet in en valt er dus buiten en zie je dus niet meer terug. Dus op heel veel manieren werpt het archief ook barrières op. Je ziet het ook letterlijk hè, in archiefstukken dat er, als er bijvoorbeeld tot slaafgemaakte mensen werden ondervraagd, dat er altijd nog een vertaler tussen zit en een secretaris. Dus er zitten echt beperkingen aan als je een geschreven zin leest waar het lijkt alsof iemand een tot slaafgemaakt persoon aan het woord is. Ja, dan moet je je realiseren van dit zijn eigenlijk de obstakels die daartussen zitten. En dat is echt veel ingewikkelder dan de oudere geschiedschrijving die gewoon meelas met de notulen van het parlement of die gewoon meelas met de notulen van de gouverneur en dan rapporteerde eigenlijk wat er daar destijds gebeurd was. Ja, dat is meeschrijven met de bron. Dat was tamelijk eenvoudig. En dit is toch een proces waar we elkaar meer voor nodig hebben om interpretatie. En u bent natuurlijk een Nederlandse historicus. Ja. U heeft ook onderzoek gedaan op verschillende vlakken. Welke nieuwe inzichten bent u tegengekomen bij het bestuderen van de koloniale archieven? Nou, eigenlijk wel heel erg veel. Ik hou me al wel 15 jaar bezig ook met de geschiedenis van Suriname. Rond mijn proefschrift ging het echt nog over de handel tussen Suriname en de rest van de wereld. En toen viel het wel op dat in de 18e eeuw Noord-Amerika daar heel belangrijk voor was. Ik heb toen ook onderzoek gedaan naar de economische opbrengst van de slavenhandel. Daarvan werd altijd gezegd dat het heel weinig was. Ik heb nieuw onderzoek gedaan, cijfers bekeken samen met collega en bleek toch dat het veel meer was dan we gedacht hadden. Ik heb recenter onderzoek gedaan naar manumissie, vrijlating uit slavernij, hoe mensen een positie verwierven in de Surinaamse samenleving. En ook wel onderzoek in opdracht, bijvoorbeeld de Nederlandse Bank. Mijn onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse Bank en slavernij heeft onder andere opgeleverd de Nederlandse Bank veel meer dan wel indirect, maar toch wel echt betrokken was bij dat slavernijsysteem. Op die manier toch steeds nieuwe inzichten eigenlijk toegevoegd aan de kennis over Suriname, de relatie tussen Suriname en Nederland. Ja, en ik zal niet zeggen heel vaak, maar toch wel degelijk op als gastdocent aan de Universiteit van Suriname, namelijk de faculteit der Humaniora. En daar moedigen ze studenten namelijk aan om vanuit een Surinaams perspectief hun onderzoek te doen. U bent Nederlandse historicus. Hoe draagt u bij aan de Surinaamse perspectief? Ja, ik denk dat het vooral eigenlijk gaat over niet het voorschrijven wat de vragen zijn die mensen stellen. De vragen zijn van hier, maar als historici delen we wel de methodes die we kunnen gebruiken. En dus gaat de samenwerking en de uitwisseling veel meer op het punt van de methode, welke archieven zijn er, wat staat er in die archieven. En dat is denk ik wel echt anders dan het vroeger was, want toen werd er ook wel veel harder gebotst eigenlijk over welke vragen er gesteld moeten worden. En ik denk dat, en dat merk ik ook in het contact met de studenten hier, en ik merk het ook in contact met de studenten in Nederland, dat zijn hele andere contexten en mensen hebben hele andere vragen. En ik denk dat we dat ook echt moeten waarderen. Dat we echt andere vragen hebben, maar dat we wel tot elkaar veroordeeld zijn, omdat we tot hetzelfde
kleine taalgebied behoren. En in meteorologisch opzicht van elkaar kunnen leren. Dus dat is eigenlijk wat ik hier kon brengen, zou ik zeggen. Ja, en in de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld in Suriname heel vaak gesproken over antislavernijverleden en de bewustwording daarvan. Nu heeft u recent een artikel geschreven dat hij gepubliceerd heeft bij Star News. Ja. Over het Elisabeth Samson Huis, dat eigenlijk een getransformeerd zal worden naar een museum. En u heeft daar op- en aanmerkingen over. Kunt u ons vertellen wat het precies is dat eigenlijk niet goed zit bij u? Ja, nou, ik denk dat het heel erg goed is dat er meer musea zijn in Suriname. Dat er meer plekken zijn waar je kan reflecteren op de geschiedenis. Dat de historische binnenstad van Suriname, van Paramaribo, beschermd wordt. Dat die beter toegankelijk wordt. Dat die bewaard blijft. Dus dat vind ik heel erg positief aan de initiatieven rond het museum. Ik vind het ook heel mooi dat het museum niet alleen maar een verstilde plek is, maar dat het ook een plek zal zijn waar businesses en andere mensen gewoon iets kunnen doen. Maar ik maak me wel een beetje zorgen over de inhoudelijke invulling van het museum. Dus ik heb meegewerkt in Amsterdam bij een groot rijk grachtenpand van een Amsterdamse kooplieden-familie die rijk zijn geworden met geld van plantages. Prachtig ingericht met mooie schilderijen, mooie meubels. En ja, daar is de directie en het bestuur van dat museum zijn wel zich gaan afvragen van, oh, hier zit iets ongemakkelijks. We willen hier ook het verhaal over de tot slaafgemaakte vertellen. Niet alleen maar als slachtoffers, niet alleen maar als onderdrukte of de andere uiterste mensen die direct in verzet kwamen, maar gewoon echt als mensen die zij waren. Dat hoort daarbij. Je zou nu veel meer moeten doen dan alleen maar een eliteverhaal vertellen. En dat, ja, daar maakte ik me wel zorgen over toen ik de plannen voor het Elisabeth Samson Museum zag. Dat ik dacht, ja, het is natuurlijk een interessante vrouw, het is een bijzondere vrouw, er is veel over te zeggen. En tegelijkertijd, ja, ze was een slavenhouder. Zouden we op het moment dat we een museum maken van een slavenhouder niet ons iets meer, ons best moeten doen om ook de andere kant van dat verhaal en de andere kant van die rijkdom te vertellen? Er is altijd de kans om een soort tunnelvisie te krijgen rond die ene persoon van Elisabeth. Maar zij was wie zij kon zijn door de maatschappelijke context waarin zij haar geld verdiende. Dus ik zou het heel mooi vinden als er eigenlijk toch nog een volgende stap wordt gezet en dat slavernijverleden op een wat betekenisvollere manier onderdeel wordt. En dan niet te clichématig, maar echt als fundamenteel onderdeel van het verhaal dat je wil vertellen. Het kan zijn dat vanuit de Surinaamse perspectief anders wordt beleefd, maar ik denk ook dat daar binnen Suriname, als ik hoor hoeveel bijval het artikel gekregen heeft, toch ook wel vraagtekens bij worden gezet hoe dat nu loopt. Ja, en in het kader van de bewustwording die we in Suriname op gang willen brengen over onze slavernijverleden, wat zou volgens u dus de belangrijkste lessen zijn die we kunnen trekken uit het leven van mevrouw Elisabeth Samson? Als we voornamelijk kijken naar haar rol in vergelijking met slavernij. Ja, nou, je ziet heel goed aan Elisabeth dat zij niet op zichzelf staat. Dus het is haar zus, die is buiten, haar zus Maria Jansson, die is ook buiten Suriname geboren. Die is al eerder meegekomen naar Suriname met de eigenaar, Jan van Susteren. Er zitten nog veel meer broers en zussen omheen. En die hebben allemaal een best wel indrukwekkende maatschappelijke carrière. Die komen allemaal behoorlijk goed terecht. Maria Jansson, diverse huwelijken, plantages. Nanette Samson ook, meerdere plantages. Dus die hele groep komt eigenlijk best wel goed terecht. En je zou je moeten afvragen, hoe kan dat eigenlijk? Nou, dan moet je kijken naar wat is het moment waarop dat gebeurt. En dat is het moment dat er een enorme boom is in de vraag naar koffie. Suriname is de eerste plek waar koffie wordt geïntroduceerd op het westelijke halfrond. En ja, bijna iedereen die een koffieplantage heeft, wordt gewoon miljonair.
Je hoeft bijna niks te doen om miljonair te worden. En tegelijkertijd zie je een kleine planterselite die voor een groot gedeelte gewoon in de suiker zit en niet de overstap naar koffie maakt. Dat is vooral dus het Joodse deel van de planters. Die blijven in suiker, maken niet de overstap naar koffie. Dus een nieuwe soort van koffie-elite, echt heel klein is, die wel hun welvaart door willen geven aan de volgende generatie. Maar de kring is klein. Mensen willen niet hierheen komen, mensen willen niet daarin bezig zijn. En dus nemen ze nieuwe mensen eigenlijk in hun kring op. Bijvoorbeeld mensen als Elisabeth. En dan zie je dat het voor de elite wel mogelijk was om de raciale grenzen op te rekken. Dat het voor de elite wel mogelijk was, met weerzin, met strijd, met moeilijk gedoe rond haar huwelijk en zo, dat die raciale grenzen niet zo hard waren in de elitekring. Maar dat betekende niet dat die grenzen niet voor de slaafgemaakte keihard werden gehandhaafd. Sterker nog, de periode dat Elisabeth Samson actief is, dus de tweede kwart van de 18e eeuw, het midden van de 18e eeuw, dat is het moment dat de situatie op de plantages het meest extreem is, het meest dodelijke, echte dieptepunt eigenlijk van het slavernijgeschiedenis. En dat hoort deel te zijn van wat je zegt over zo iemand als Samson. Dat er dus, ja, er is blijkbaar flexibiliteit in de raciale ordening bij de elite, die is er niet bij de tot slaafgemaakte vanuit het perspectief van de slaveneigenaren. Nou, dat is denk ik belangrijk. Dat zijn belangrijke inzichten en die horen daarbij. En het kan niet alleen maar gaan, wat mij betreft, over de intelligentie en de kundigheid van iemand als Elisabeth. Ja, duidelijke taal. Meneer Karwan, u bent ook veel bezig geweest met de activiteiten sinds de excuses die geboden zijn door de koning van Nederland over het slavernijverleden. Wat zijn uw persoonlijke gedachten hierover en hoe ziet u de rol van historici bij het verhelderen van dit debat? Ik denk dat we heel erg ver zijn gekomen. Dat mensen wel, als je ze 20 jaar geleden had gevraagd, denkt u dat de koning van Nederland excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden? Dat niemand gedacht dat zou gebeuren. En dat is toch te danken aan activisten die hier vasthoudend dit op de kaart hebben gezet. Aan kunstenaars die dat vertaald hebben eigenlijk naar nieuwe inzichten, nieuwe verhalen. Aan musea die dat ook bedding hebben gegeven als ik dan vanuit de Nederlandse samenleving spreek, in de Nederlandse samenleving. En lokale politici eigenlijk, burgemeesters van verschillende steden, van verschillende politieke kleuren, die ook op een gegeven moment hebben gezegd van we hebben een nieuw verhaal over Nederland nodig, zodat we de postkoloniale migranten echt zien als deel van Nederland. En dat is een ontwikkeling die mij ook wel verbaasd heeft, die ik ook gevolgd heb en waar ik ook aan heb bijgedragen. Maar dat is denk ik in de grote lijn wat er gebeurd is. Dat was ook mogelijk omdat Nederland veel minder nog koloniale belangen had. Dus de belangen van de Nederlandse staat bij het voort laten duren van eigenlijk dat koloniale verhaal over zichzelf werd steeds minder. Er werd ook gedacht, het zit eigenlijk onze relatie met Indonesië in de weg, dat we nooit openheid geven over het extreme geweld dat er gebruikt is tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. En zo wordt er ook gedacht, het zit eigenlijk onze relatie met Suriname in de weg, als we niet erkennen dat daar in het verleden van alles is misgegaan. En dat geldt in zekere zin ook wel voor de relatie met de Caribische eilanden, die nog steeds deel van het Koninkrijk zijn. Maar ook met Zuid-Afrika, met Sri Lanka en een aantal andere landen. Dus daar is een soort besef gegroeid van het heeft niet zoveel zin om ons zo vast te klampen aan het koloniale narratief. Over wij zijn de beste en wij mogen iedereen vertellen hoe het zat en het was allemaal goed wat we gedaan hebben. Dat heeft voor de samenleving zelf in Nederland niet zoveel, brengt dat niet zoveel. En het brengt ons ook in de internationale relatie niet zoveel. Dus laten we dat gaan kneden, veranderen, hervormen. Dat gaat langzaam en dat gaat ook met tegenbewegingen, zoals we ook nu in de huidige Nederlandse regering. Er zijn partijen die zeggen we gaan de excuses intrekken en we gaan het weer terugdraaien. Dus het is geen gelopen race, het is niet voorbij, het is een permanent proces, maar het is wel eigenlijk voor het eerst dat er een postkoloniaal debat was in Nederland. Dat heeft toch wel een aantal dingen heel erg fundamenteel veranderd.
En ja, hopelijk beklijft dat ook. Ja, en los van het debat hebben we ook gezien dat Nederland geld heeft vrijgemaakt. Ja. Om voornamelijk onderzoek te doen naar, ja, het slavernijverleden. Geld vrijgemaakt voor bijvoorbeeld een, de Caribische eilanden waar zij dus koloniale overheersers waren, maar ook in voor Suriname. Zeker. Hoe kijk je daar naar aan en hoe moeten die middelen bijdragen aan de bewustwording in Nederland, maar ook in, ja, Suriname bijvoorbeeld? Ja, nou, het is dat bedrag is in drieën gedeeld, hè. Dus een derde gaat naar Nederland voor beleidsontwikkeling en onderwijs en onderzoek en al die dingen. Een derde gaat naar de eilanden en een derde naar Suriname. En daar is het ook en beleidsontwikkeling, maar ook direct investeren in projecten. En ik praat nu eventjes echt specifiek als historicus, als professioneel historicus, als geschiedenisdocent en onderzoeker. En dan denk ik, dit is de twee dingen. Het positieve is, dit is een kans om te investeren in capaciteitsbouw onder historici. Dit is een mogelijkheid om ruimte te maken voor promotieonderzoek bij de nieuwe generatie van studenten. Ze echt de tijd en de ruimte te geven om na te denken, onderzoek te doen, te publiceren en het nationale verhaal van Suriname op Surinaamse grond te ontwikkelen. Daar zit ook wel meteen de andere kant, de moeilijkere kant aan. En dat is dat het nu allemaal is losgekomen, georganiseerd is en gedragen werd door het thema van slavernij. Maar als we kijken naar de geschiedenis van Suriname, is er natuurlijk veel meer dan slavernij. Daar moet Nederland denk ik heel voorzichtig zijn. Daar moet Nederland echt heel terughoudend zijn in de nadruk leggen daarop. Want je wil niet dat geld en de mogelijkheden en de middelen eigenlijk etnische verschillen benadrukken. Tegelijkertijd wil je wel duidelijk maken van er is een specifieke erfenis van het slavernijverleden. Ja, maar je zit ook met een samenleving die er zelf over moet kunnen beschikken. Dus ik denk dat eigenlijk voor de komende jaren de grootste uitdaging, nou niet misschien de grootste uitdaging, maar een van de uitdagingen wordt van hoe ga je dit op een, hoe gaat men in Suriname dit op een manier doen die niet tot een soort competitie gaat leiden tussen groepen, maar echt leidt tot, ja, een versterking, verbreding van de basis van historische kennis opbouwen, internationale netwerken om dat in te doen, die autonoom te doen, los van Nederland, maar wel, ik hoop wel in gesprek met Nederland, dat zou ik fijn vinden, maar ja, dat is eigenlijk de, het doel. Recent heeft meneer Maurits Hassankan bij een lezing over de Hindoestaanse immigratie, ja, ook aangehaald dat het niet alleen gaat om het slavernijverleden, maar het eigenlijk gaat om het koloniaal verleden waarbij we zowel slavernij hebben gehad als contractarbeid. Ja. Denkt u dat Nederland zich voldoende, heeft Nederland voldoende inspanning gepleegd om ook die periode van contractarbeid bij te halen? Ja. Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk ook wel dat het iets heel anders is. Hè. 300 jaar slavernij en de contractperiode, dat rijmt en dat meet je niet op dezelfde manier met elkaar. Maar dit is precies wat er denk ik aan Suriname is om te gaan inrichten, besluiten, doen. Dat je hier niet mee in al te grote problemen komt. En ik denk dat de dingen die Hassankan hierover gezegd heeft heel terecht zijn. Dus inderdaad, er heeft echt iets ontbroken als het gaat om die contractperiode. Maar er is ook wel iets, er is ook wel een gevaar in het proberen te herhalen van wat er rond het slavernijverleden nu gedaan is. En je daardoor eigenlijk de contractanten en de nakomelingen van de contractanten of de gemeenschap die zich daarmee identificeren, dat die eigenlijk gaan nadoen wat de nazaten van tot slaafgemaakt of de herdenkingsgemeenschap daaromheen gedaan heeft. Ik denk dat je dat zou moeten proberen te voorkomen en gewoon een veel politieker, breed gedragen
blik vooruit voor het land als geheel zou moeten hebben. Maar goed, dit is, dit is denk ik als het gaat om het... om de mogelijkheden die er nu zijn om historici op te leiden. Dat brede ruimte zou moeten hebben. Ja, en u haalt dus terecht aan over de periode van slavernij veel langer was, dat is van het contract arbeid. En in het licht van 1 juli straks vieren we weer de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Hoe ziet u als Nederlandse historicus de rol van Nederland in het bevorderen van bewustzijn over het slavernijverleden? Zowel in Nederland zelf, want we denken als Surinamers dat het heel vaak een beetje niet in voldoende mate daar is. Ja. Voornamelijk onder de echte Nederlanders. Dus wat doen zij daaraan, zowel in Nederland als in de voormalige koloniën zoals Suriname? Ja, nou, als het gaat om Nederland is het... is het op verschillende niveaus dat het echt nog een probleem is. En dat gaat heel erg over hedendaagse problemen. Het gaat niet over, kunnen we de geschiedenis beter begrijpen? Dat is echt iets anders. En misschien moeten we die scheiding ook wat meer maken. Je mag ook gewoon geschiedenis studeren en bestuderen, ook zonder dat het nut heeft voor hedendaagse problemen of zo. Geschiedenis is een waarde op zich. Maar we hebben het nu ook over de hedendaagse uitdagingen in de Nederlandse samenleving. Een van de problemen is dat Nederlanders niet begrijpen dat ze deel zijn van een koninkrijk met 4 gelijkwaardige landen. Er zijn maar een paar mensen in Nederland die dat begrijpen. De koning begrijpt dat. Het ministerie van Defensie begrijpt dat, want die gaat over allemaal. En nog een aantal andere ministeries die voor het geheel. Maar ja, uiteindelijk is dat nog wel iets dat echt uitgelegd mag worden. En dat daar... dus ja, verhoudingen zijn die scheef zijn, maar ook verplichtingen zijn die je zou moeten willen oplossen. We hebben gewoon gemerkt dat het binnen de Nederlandse overheid een probleem blijft. Dus er was een onderzoek naar de Buitenlandse Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken, blijkt heel veel gewoon echt racisme onder de medewerkers van Buitenlandse Zaken. We hebben gezien het onderzoek naar de toeslagen in Nederland. Blijkt dat het in veel meer gevallen mensen van Caribische en Surinaamse komaf werden beschuldigd van fraude. Onterecht werden beschuldigd van fraude. Dus ja, dit zijn problemen die in de hele Nederlandse overheid, ook echt in de overheid zelf zitten. Dus hopelijk kan de aandacht voor die geschiedenis, bewustzijn over die geschiedenis, bewustzijn over oude denkpatronen, ook ervoor zorgen dat verandert. Ja, en als historicus, hoe zou u de impact van slavernij willen beschrijven als u kijkt naar de Surinaamse samenleving, maar misschien ook de Nederlandse samenleving, want die is ook heel erg divers aan het worden. Ja, zeker. Nou, als ik naar de Surinaamse samenleving kijk, dan is überhaupt het zo scherp definiëren van verschillende categorieën mensen, die het benadrukken van etniciteit is echt een koloniale erfenis. Ik denk dat je ook in dat onderzoek dat ook wel heeft aangetoond. Hè, de mate waarin hiërarchie, autoriteit opereert in de Surinaamse samenleving echt nog een erfenis is van een heel erg toch tamelijk autoritair koloniaal systeem. Er zijn heel veel erfenissen. Ik denk dat je het ook wel kan zien in de relatie met specifiek inheemse en Marons. Dat daar vanuit de stad toch nog best wel een continuïteit is vanuit... dit was een bekende lekkage. Continuïteit is van die periode. Ja. En als laatste vraag, meneer Carman. Welke initiatieven zou u aanbevelen om het bewustzijn over het slavernijverleden verder te vergroten, zowel in Nederland als in Suriname in dit geval? Ja, nou, ik denk dat er wordt altijd gezegd meer onderwijs. En dat is altijd waar. En dat kun je ook altijd blijven doen. En je moet dat iedere generatie opnieuw doen. Dus dat zal ik niet zeggen. Ik zal niet zeggen, er is meer onderwijs nodig. Ik wil eigenlijk zeggen, er is veel meer academisch onderzoek nodig. En een veel grotere, veel bredere laag,
van academisch geschoolde historici die deelnemen aan zowel het publieke debat als de wetenschappelijke productie. Daar zit volgens mij iets dat we echt zouden moeten toevoegen, omdat middelbaar onderwijs, basisonderwijs, ja, dat moet gewoon. En dat weten we, en dat is altijd zo. Maar laten we juist ook aan de academische kant eens een keer echt ruimte en aandacht geven. En daarin eigenlijk ook het pleidooi van de heer Hassankaan bij die lezing ging over, er moet een instituut komen. Er moet een instituut voor cultuur en geschiedenis komen. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. En dat is nu al een aantal regeringen, Surinaamse regeringen achter elkaar, is dat gezegd. Nou, het zou heel mooi zijn als het er nu ook van komt. Dankjewel. Zo, kijkers, historicus Fatah Black was heel duidelijk hoe we naar onze verleden moeten kijken en wat we allemaal moeten meenemen, vooral als we kijken naar de archieven. Dat was het voor het eerste deel. Gaat u nog niet weg, want mijn collega Sifra Goldland heeft nog een tweede deel voor u. Dankjewel, Richelle. Kijkers, welkom bij dit tweede deel van In Gesprek Met. In dit deel gaan we in gesprek met de heer Steven Catino, die ons verschillende invalshoeken geeft over hoe Surinamers kunnen denken. Meneer Catino, goeiedag en welkom in ons programma In Gesprek Met. Hi Sifra. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Nee, ik merk ook dat u verschillende invalshoeken heeft. Dus neemt u me niet kwalijk voor deze vraag, want afgelopen 25 mei bijvoorbeeld zijn alle politieke partijen begonnen met hun verkiezingscampagnes. Hoe kijkt u zelfs nu naar politiek Suriname? Wat een zucht. Nou ja, ik moet eraan denken. Ik denk dat we nog niet begrepen hebben wat alternatieve manieren zijn om dit land te ontwikkelen. Laten we even stilstaan bij de politici. Ik denk dat heel veel politici nog steeds een groot hart hebben voor Suriname. Laten we dat voorop stellen. Uh-huh. Ik denk dat heel veel mensen zeggen, nee, ze zijn allemaal daar om hun zak te vullen. Ik weet het niet. Ik ken een aantal van ze. Ze zijn echt wel bevlogen met Suriname. Wat ik denk dat ze proberen te doen echter, is een probleem aan te vliegen vanuit eenzelfde oplossing. Namelijk zich te verdelen in politieke groepen, zoveel mogelijk mensen achter zich te krijgen, zoveel mogelijk luidkeels dingen gillen op de radio. En als ze eenmaal aan de macht zijn, dan op de een of andere magische manier komt de oplossing wel aanvliegen. Dat is de oude manier van denken. En dat doen we het al 50, 60, 70 ja. jaar. Hier is hetgene hoe je het ook anders zou kunnen bekijken. Laten wij in ieder geval vooropstellen dat de leider van de politieke partij, de voorzitter van de politieke partij, laten die alvast zeggen, je moet uitgesloten zijn dat jij een president wordt of een minister wordt. Laten die dingen scheiden van elkaar. Zoals eigenlijk in het buitenland je het ook heel vaak ziet. Ja. De voorzitters van partijen, als ze eenmaal president worden, dan zijn ze voorzitter af. Dat heeft laatst Finland is het ook net gebeurd. Maar het is gewoon heel simpel, omdat je dan er bent voor het volk. Ja. Dan ben je niet meer voor je partij, dan ben je voor het volk. Laten we zeggen dat het uitgangspunt zou kunnen zijn voor Suriname. Voorzitter kan geen president worden. Dus je bent of vis of vlees. Laten we dan vervolgens zeggen, welke situatie word je eigenlijk hier een leider van een land? Nou, de situatie waarin we nu zijn is, we zitten in een crisis. Hebben we nu een politicus nodig in een crisis? Nee. Een crisis heeft een ander soort management nodig. Het heeft geen politici nodig, het heeft crisismanagers nodig. Crisismanagers die vind je dwars door die samenleving heen, onafhankelijk van politieke kleur. Dat is gewoon zo. Er zijn echt wel goede mensen bij de NDP.
Er zijn echt goede mensen bij de VHP, er zijn echt goede mensen bij de NPS en die kleinere partijen. Aha. Ze zijn er, terug te komen op ons eerdere gesprek over helden. Er zijn, dwars door de samenleving, zijn er gewoon verschillende mensen die gewoon echt goed menen met Suriname. Ja. Dus, laten we even stoppen met de politieke lijnen. Laten we zeggen, de voorzitter wordt geen president, stapt af. Wie ga je daar dan neerzetten? Aha. Nou, in de tijd van crisis ga je geen politicus daar neerzetten. Je gaat een, denk ik, een technisch team neerzetten in een tijd van crisis. Welke, dames en heren, we gaan een, we noemen het even nationale eenheidskabinet. Geef het even een naam. Een nationale eenheidskabinet van technici die in staat zijn om de komende jaren, in elk geval tot aan de olieboom die er mogelijkerwijs gaat komen, in ieder geval de zaken beter te managen. Dan zorg je ervoor dat je alle neuzen in één richting krijgt. Want je gaat dwars door politieke partijen heen. Ja. Je gaat niet meer het polariserende verhaal hebben van ja, maar jij bent van A-Bob en jij bent van dit. Nee, we zijn nu een nationaal eenheidskabinet met technici die totaal geen politieke ambities hebben om 10, 20 jaar hier rond te lopen, maar die gewoon net zoals de meeste mensen een oplossing willen hebben. Maar er zijn wel mensen die ervaring hebben op hun vakgebied. Dus nu ga je dus mensen zetten bij NH die daadwerkelijk echt ervaring hebben met bijvoorbeeld oil en gas en mining. Je gaat mensen bij financiën zetten die daadwerkelijk bijvoorbeeld heel veel ervaring hebben met financiële zaken. En ook bewezen hebben dingen te kunnen herstructureren. Zo ga je een veel gemêleerder en een veel effectievere vorm van bestuur krijgen, in ieder geval voor een kortere periode. Anders halen wij het niet. Aha. We gaan nu richting 50 jaar onafhankelijkheid. Het is tijd voor Suriname 2.0. Het is tijd om te zeggen, Suriname 1.0, we hebben onze fouten gemaakt. We zijn een jong land. We moeten kunnen vergeven al die mensen die de meest rare dingen hebben uitgehaald in het land. Ze hebben het gedaan omdat ze wisten niet beter. Aha. Ze wisten gewoon niet beter. Een beetje de Bijbel zegt het ook. Weet je, vergeef ze, want ze weten niet beter. Klopt. Fijn. Dus, maar laten we dan nu eens volgens zeggen, zand eroverheen. We gaan wel een aantal leiders aanpakken die vervolgens gewoon echt het wel beter wisten. Maar dat is een ander verhaal. De meeste mensen, die wisten niet beter. Suriname 2.0, we zitten in een crisis. We zitten nu met een valutakoers van 32... 32, 34. Het is, ja, om te praten over, ja, het gaat beter dan 39. We komen van 3,5. Klopt, die 25. Dus waar hebben we het over? Dit is, we zitten nog steeds in het midden van een crisis. En we zien geen uitweg. Elke politieke partij die ik momenteel spreek, die heeft geen gezicht. Want ze zijn allemaal op zoek naar een nieuw gezicht. Uh-huh. Allemaal. Het is heel apart. Maar niemand op dit ogenblik heeft een prominent gezicht die ze nu naar voren willen schuiven om te zeggen, dit is het gezicht die ons kan leiden. En ik mis bepaalde inhoud. Iedereen is op zoek naar de oplossing. Maar je kan die oplossing niet vinden als je denkt in termen van hokjes. Aha. Je moet het dwars door de samenleving heen gaan, dwars door politieke partijen. Ik noem even een voorbeeld. Rick van Ravenswaaij heeft dit gedaan in 2006. Ik heb in 2006 heb ik samen met hem, met een team, het MOP geschreven. Het meerjarenontwikkelingsplan voor regering Venetiaan. Rick was de eerste persoon, voor zover ik het weet, die de stoute schoenen aangetrokken had. En heeft gezegd, ik ga een team bouwen met mensen van verschillende partijen. Dus in het team zaten Subhas Moura, Ernie Brunings, René van Essen, Indo Sana Jong, ikzelf. Allemaal mensen die dwars door die samenleving samenkwamen om het meerjarenontwikkelingsplan te schrijven. Nou, Rick kreeg er verschrikkelijk veel pushback van, want iedereen zei van, ben je gek in je hoofd? En Rick zegt, waarom? Ik ben niet bang. Ik ben niet bang omdat jij van politieke partij A bent, dat je me gaat bedriegen, want ik weet dat jij en ik toch Surinamers zijn. En uiteindelijk kunnen we misschien een andere visie hebben over de partij, maar we waarschijnlijk wel dezelfde visie als het gaat om het land. Aha. En zo zijn we samengekomen. En dat is het eerste voorbeeld, voor zover ik het weet, dat we samengekomen zijn. Ik denk, vanwege de diepgang van de crisis nu, denk ik dat het weer noodzakelijk is. Nationaal eenheidskabinet,
buiten de politiek om. Er moet gewoon één politieke leider nu gewoon opstaan van één van die partijen die gewoon zegt, ja, daar geloof ik in. Ik als voorzitter blijf voorzitter, maar mijn lijst gaat technisch zijn. En op dit lijst kunnen mensen stemmen en we kunnen allemaal hun cv's nakijken. Hier zijn de cv's, alsjeblieft. Deze persoon gaan we nu al zeggen, is voor post A, B, C en D. Volk Suriname, ze komen ook nog eens een keer uit verschillende partijen. Dit is hetgene wat ik voorstel aan het volk. Boom, ga maar. Dan heb je volgens mij een heel andere situatie. Want geloof me, Sifra, jij bent er zat van, ik ben er zat van. De meeste mensen die nu kijken naar het programma zijn er zat van. De meeste politici die hier naar kijken zijn ook het zat. Ze zoeken allemaal naar een oplossing. We willen allemaal wonen in een land waar de wegen gewoon schoon zijn. We willen leven in een land waar mensen in zekerheid zitten. Waar mensen gewoon zekerheid kunnen leven. Waar ze opstaan en zeggen, ik hoef geen drie banen te hebben. Om te overleven. Om te overleven. Geen enkele politicus wil dat. Er zijn misschien echt maar een paar die zeggen van die situatie zoals het is het goed. Want ik kan mijn zakken vullen. Die moeten aangepakt worden. Ja. Want dat is gewoon een gevaar voor het volk. Ja. Maar de meeste mensen, ook al maken ze domme besluiten, maken ze niet uit wie ridden zijn. Oh. Ze maken het gewoon uit, ik weet gewoon niet beter en ik probeer het gewoon. Ja. Bitcoin is een valuta die gewoon, poep, iemand heeft het gewoon verzonnen. Iemand heeft gewoon gezegd, er zijn zoveel bitcoins die er geproduceerd gaan worden. Dit is het. Als je nu een bitcoin verkoopt, heb je 60.000 US dollar equivalent. Het is iets wat verzonnen is, jaren geleden, heeft nu gigantische hoeveelheid waarde. Waarom? Mensen geloven erin. Geld is niets anders dan iets wat je kan creëren als maar mensen erin geloven. Aha. Dus laten we even zeggen, Sifra, heel veel mensen vragen dit. Hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Het lijkt me weer een piramidespel. Nee. Simpel uitleg is, iedereen krijgt een wallet, een digitale wallet op je telefoon. Je creëert een bepaald bedrag, noem het even een miljard. Ja. Een miljard Suricoin. Die miljard Suricoin krijgt iedereen, elke Surinamer in hun toestel, gelijkwaardig. Iedereen die Surinamer is, 632.000 mensen, krijgen allemaal een Suricoin, een bepaalde hoeveelheid. Aan het einde van elke maand gaat er 1% vanaf. Dus het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Einde van elke maand gaat er 1% vanaf. Iedereen. En die 1% die komt vervolgens terug op één bepaalde rekening. En vervolgens wordt die weer gelijkmatig verdeeld onder iedereen. Equivalent van $500 wordt vervolgens weer verspreid over iedereen. Dat betekent dus dat jij gedurende de maand, onafhankelijk van de hoeveelheid Suricoins die je hebt, ik koop je microfoon, jij koopt je reis, einde van de maand, iedereen die Suricoins heeft, 1% gaat er vanaf, het wordt herverdeeld en iedereen krijgt weer 500 Suricoins. En dan gaan we een spelletje opnieuw spelen. Iedereen gaat weer geld uitgeven, geld gaat van links naar rechts naar overal. Einde van de maand, misschien is je geld op, misschien is je geld niet op. Okay. Als je geld op is, wordt er geen 1% van je afgehaald, want je hebt geen geld. Okay. Maar voor de mensen die wel heel veel geld gemaakt hebben, want ze waren misschien slimmer dan de rest, die hebben dan 1% gaat vanaf. Iedereen komt weer samen en wordt weer herverdeeld en iedereen krijgt weer 500 Suricoins. Dus wat je krijgt is, je kan nog steeds heel veel mensen hebben met welvaart. Dus je kan mensen hebben in dat systeem die heel veel mensen, die heel veel geld nog steeds naar zich toe trekken. Ja. Ze zijn gewoon betere zakenmensen, ze zijn slimmer in het onderhandelen. Het maakt niet uit. Dus je krijgt nog steeds een concentratie van welvaart bij de happy few. Is altijd zo, zal nooit veranderen. Maar die many is nog steeds, aan het einde van de maand, krijgen zij 500 Suricoins. Verdeeld op basis van het percentage dat iedereen moet betalen. Nu is de tweede vraag, maar waarom moet iemand nou een percentage betalen op hun geld? Hey, what about belasting? Belasting doet het nu ook, alleen de herverdeling van belasting, dat gaat een beetje scheef. Soms een gedeelte ervan wordt gejat, een gedeelte ervan wordt gewoon verkeerd gebruikt.
maar 20-30% belasting wordt nu toch geheven op je inkomen. Ja. Daarnaast moet je voor alles wat je betaalt, nu in de winkel, moet je BTW betalen. Gemiddeld in de wereld is BTW, de belasting toegevoegde waarde, of hoe noemen ze het hier, OB. Ja. Omzetbelasting. Omzetbelasting is ongeveer, nou ja, omzetbelasting, BTW, whatever you want to call it, ongeveer 18%. 18% betaal je dus bijna iedereen op aarde aan BTW. Waarom zouden we ditzelfde idee van je betaalt een percentage op het geld wat je hebt niet gebruiken voor deze nieuwe valuta? Ik heb er een boek over geschreven. Ik werk dus met Haponymy, dat is een research instelling in België, die dit heel concept samen met mij heeft uitgedokterd voor Suriname. Uh-huh. We gaan waarschijnlijk, omdat we zoveel vragen ineens krijgen over hoe werkt het, gaan we waarschijnlijk in de komende maanden zullen we een aantal webinars opzetten. Okay. Zodat veel meer Surinamers kunnen begrijpen. Wat is mijn doel? Want iedereen zit nu aan te kijken, ja, wanneer komt het? Ik zeg, weet ik niet. Wie ben ik? Het enige wat ik wil doen is mogelijkheden op de agenda plaatsen. Ik wil de maatschappelijke agenda gewoon kunnen beïnvloeden. Er zijn veel meer manieren om te kijken naar oplossingen. Dat is mijn enige doel. Ik heb geen politieke ambities. Ik ben niet geïnteresseerd in de politiek. Ik zal ook nooit daar zitten om te zeggen, ik wil politicus worden en dan ga ik het. Wat ik wil is dat we praten over andere soorten oplossingen. En mijn enige doel is op de agenda zetten zekerheid. Hoe kunnen wij zekerheid creëren door UBI, gegarandeerd basisinkomen? Hoe kunnen wij meer mensen kansen geven, ondernemerschap creëren? Maar bent u wel eens dan benaderd? Want het idee ziet er goed uit, maar bent u ook, want net als wat u zegt, heel wat mensen vragen, hoe gaat die werken, wanneer komt die? Bent u wel benaderd door die set politicians om te kijken van, kunnen we het verder uitwerken om te zien als het daadwerkelijk kan en gaat werken voor Suriname? Ja, ja. En ik praat met elke politieke partij die mij benadert. Ik ben apolitiek, I don't care wie mij benadert. Nee, het zijn Surinamers. Dus ja, ze benaderen me en ik leg ze uit. En pas wanneer ik ze uitleg, zeg ik ze, oh ja, het is eigenlijk niet eens zo moeilijk. Het kan dus wel. Ik zeg, ja, het kan dus wel, maar je moet gewoon anders kunnen nadenken. En hopelijk zal het volk, wanneer zij op een gegeven moment luisteren naar dit verhaal, en hopelijk heb ik het simpel uitgelegd dat het begrijpbaar is. En als ik het niet goed uitgelegd heb, my apologies. Dat het volk ook zegt van ja, inderdaad, dit is wel een redelijk simpel systeem. Uh-huh. Dat wel kan werken in Suriname. En laten we inderdaad onze politici vragen om dit echt op de agenda te plaatsen. Laten we het wel serieus nemen. Op dit ogenblik is het een heel serieus alternatief, ook wereldwijd. Elon Musk praat er ook niet over. Die ene guy van Twitter, Jack Dorsey, praat er niet ook over. Hij heeft $15 miljoen vorig jaar uitgegeven aan gegarandeerd basisinkomenprojecten in Amerika. Ik ben nu in contact met Andrew Yang. Andrew Yang is de presidentskandidaat van 2020 van de VS. Hij runde op het platform Universal Basic Income. Dit zijn mensen die allemaal nu op de wereldwijd agenda zeggen, het kapitalistisch systeem zoals wij de afgelopen 200 jaar de wereld gerund hebben, komt op zijn einde. Het werkt niet. Het werkt niet. De welvaartsverdeling op aarde is kapot. En de gevolgen beginnen we allemaal nu te ondervinden. Wat we nu meemaken als we kijken naar de lucht, vervuiling. We kijken naar de grond, vervuiling. We kijken naar de wateren, vervuiling. Wij zien overal de gevolgen van het kapitalistisch systeem, waarbij een klein groepje mensen alles vervolgens bepaalt
En de rest hangt er maar bij en is straatarm. Dit is de situatie die het kapitalisme heeft gecreëerd. En wat ik zeg is, laten we niet wegdoen met kapitalisme. Dat zegt Elon Musk ook niet, want hij is de rijkste persoon op aarde. Wat er gezegd wordt is, we moeten een aantal veranderingen brengen in het kapitalistisch systeem. Waarbij er een sociaal vangnet gecreëerd wordt voor de aarde. Uh-huh. Bitcoin is onder andere hierdoor ontstaan. Uh-huh. De ontwikkelaars van Bitcoin, een van de gedachtegang was, een alternatief voor het kapitalistisch systeem. Ze hebben gewoon een geldsoort bedacht. En kijk nu wat de waarde is van Bitcoin. De waarde die je ziet gebeuren op de internationale markt is niets anders dan een reflectie van een bewustzijn van mensen dat het anders kan en dat dit de toekomst gaat worden. Dit wordt de toekomst. Het is niet vandaag er, maar ik geloof dat als landen als Suriname de voortouw hierin nemen, daar kunnen we echt de voortouw in nemen. We hebben mensen in het buitenland die zo gigantisch veel weten over digital currencies. Uh-huh. Ook in het binnenland trouwens. Als we daar op een gegeven moment onze armen omheen zetten, denk ik echt wel dat we een hele interessante mogelijkheid kunnen creëren voor Suriname. Denk ik absoluut niet. Meneer Cotino, we kunnen uren doorpraten. Ja, sorry. Als ik even begonnen ben, is het... Nee. Maar het is heel interessant. Hmm. Dus vandaar, het is interessant en ook heel informatief. Vanuit andere invalshoeken bekeken, voor iemand die uit een financiële wereld komt, waarvan men u normaal gesproken kent. Ja. Ik denk, men zal nu denken, oké, ik wist niet dat hij zoveel wist. Dus dat vinden we toch ook altijd leuk om te doen in ons programma. Ik weet niet veel, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. Oké, dan gaan we het daar houden. Maar ik kan u niet nieuwsgierig zeggen, u mag uzelf nieuwsgierig noemen, want dat is een beetje disrespectvol. Maar alsnog heel erg bedankt voor de informatie. Het is heel informatief en ook heel luchtig. Niet moeilijk uitgelegd. Dus ik denk dat Moesje thuis en Maya en iedereen dat gewoon gaat kunnen begrijpen. Dus ik stel het zeer op prijs. Heel hartelijk dank. En hopelijk kan ik u weer krijgen in mijn programma. Wanneer een van uw projecten dichtbij tot voltooiing is. Absoluut. Dank je weet ik ben er. Dank je Sifra. Helemaal. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met.